Matensen. Oeh, een ramp bij B-Box Bouygues. De helft de gracht in. En gelukkig staat hij droog. Dat is een ramp, hè. Kijk. Tom. Hey, rechtdoor. Nog renners. Dat is inderdaad... Chut generaal. Op dit soort parcours, de kleinste fout wordt hier ongelooflijk afgestraft. Hè. We hebben vandaag gelezen dat sommige ploegen het 7 keer verkend hebben. Maar wel, het is, in dit parcours is het een absolute noodzaak om dit te doen. Ja, meneer Pecheur, je hebt met haar al een parcours samengesteld. Hè? Hier is meneer William Bonnet. Nogmaals, heeft eigenlijk niks met vliegtuigrijden te maken. Ik zou zeggen, het ouderwets gooi. Ja, sommige renners, hopelijk gaan die sommige renners niet de tour eindigen. Hè. Het is echt een parcours. Het is een rally parcours. Leven het spektakel. Ja. Dit is echt gemaakt voor het spektakel. Ja, ik wil zeggen, iedereen komt kijken. Het is een enorm spektakel, maar voor de sportieve waarde kan je dit wel niet goed brengen. Volgend jaar op een gelijkaardig parcours, Sebastian Leut van de Staat. Daar en maakt een schuiver. En dat doet pijn op. En dan, ja, de tweede renner kan ook zijn een bocht niet. Als je mensen naar je dank kijkt naar je voorganger, ben je verloren. Dan ga je dezelfde richting uit. En dit is gewoon een domino-effect. De renner hier, die veldrijder links, heeft daar gelukkig het effect opgelost. Hier wil hij door de gracht rijden, maar het lukt niet. De veldrijden op een tijdrit fiets. De dwaasheid van een tourmonnik. Dit is toch ongelooflijk dat je als de belangrijkste wedstrijd die wielrennen heeft, dat je renners over de gracht ziet springen met een tijdrit fiets. Dat is wel eens in hand. Ja, reëel. En kijk eens hoe lang dat duurt om die slagorde te herstellen. Hè? Vraag is, raakt dat nog hersteld? Dat gaat dan denk ik een kilometer of 4, 5 kosten voor iedereen weer terug is. Ja, er zijn minimum 2, 3